was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down to there. She would merengue and do the cha-cha, but while she tried to be a star, Tony always bent the bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. Dit is de binnenstad van IJsselstein tijdens de grote carnavalsoptocht op zaterdag 13 februari 2010. De optocht is de officiële start van het carnaval in Apenstad, zoals IJsselstein gedurende deze 4 dagen per jaar heet. Een bijzonder jaar voor IJsselstein. De stad bestaat dit jaar 700 jaar en het zou u niet verbazen, het thema van de optocht is dan ook 700 jaar IJsselstein. Dit is dan ook het eerste grote buitenevenement in IJsselstein in het kader van de verjaardag van IJsselstein en er zullen dit jaar nog vele activiteiten volgen. Ruim 1000 deelnemers doen er mee in de optocht met 50 wagens. Die zult u straks langs zien trekken. En vanmiddag zullen ruim 20.000 bezoekers uit de hele regio de optocht bekijken. Het is koud in IJsselstein, de temperaturen liggen rond het vriespunt. En de deelnemers aan de optocht zijn al goed ingepakt, dat kunt u zien. Maar ook het publiek is voorbereid op de kou. U kijkt nu naar de komst van de eerste praalwagens in Hartje IJsselstein. Maar we hebben ook beelden van de start, ongeveer 3 kwartier geleden op de ruimtevaartbaan. Kijkt u met ons mee naar de beelden van begin deze middag. En hier op de ruimtevaartbaan komen de eerste carnavalvierders aan. Ook de eerste praalwagens zien we aankomen. Elk jaar wordt de ruimtevaartbaan gebruikt voor het opstellen van de optocht. Op deze dag is het een enorme herrie. Er zijn vele uren gaan zitten in het vervaardigen van de praalwagens. Sommigen zijn al in december begonnen. Er zijn prijzen te winnen in een aantal categorieën. Loopgroepen en praalwagens worden beoordeeld op hun originaliteit. Publieke belangstelling is er in overvloed. Het wachten is nu op Kees de Aap. Hieraan hebben de IJsselsteiners de naam Apenluiders te danken. Zodra Kees is gearriveerd, kan de stoet vertrekken. De tocht gaat via de Touwlaan en de Overtoom naar de binnenstad van IJsselstein. Het is een lange stoet, dus het zal heel wat tijd in beslag nemen om door de Benschopperstraat en Utrechtse straat te trekken. Het is koud vandaag, het vriest licht. Voor sommige deelnemers zal dat niet meevallen. Ondanks de kou vloeit het bier rijkelijk. In de binnenstad zal RTV 9 verslag doen van het defilé voor het stadhuis. Dit wordt aanschouwd door de burgemeester van IJsselstein, die voor de tijd gedurende het carnaval het ambt heeft overgedragen aan slotheer Koert van Rijpekewaard tot E. Deze mensen zullen het wel erg koud hebben in hun outfit. We gaan nu terug naar de binnenstad, waar de collega's al daar het overnemen om verslag te doen van de optocht door de binnenstad. De optocht komt dichterbij in de binnenstad van IJsselstein. Ik noem nog even kort de route die tot nu toe is afgelegd. De route is begonnen op de ruimtevaartbaan, vervolgens richting winkelcentrum De Klinkhoef. En dan de weg over richting de Oranje Nassaulaan, Touwlaan. Vervolgens de rotonde richting het Vulcor Theater en het Stadshuis hier in IJsselstein. En vervolgens de binnenstad in Utrechtse straat en straks het rondje om de pomp bij het oude stadshuis in IJsselstein en vervolgens richting de Utrechtse straat. De carnavalsoptocht in Apenstad, ik vertelde u eerder dat IJsselstein zo heet tijdens het carnaval, is ieder jaar weer een spektakel. De burgemeester van IJsselstein, Patrick van der Brink, zei eerder dat het een feest van ontspanning, verbroedering en saamhorigheid is. Het is een spektakel om ieder jaar weer naar deze optocht te kijken. De burgemeester is ook aanwezig en staat nu op het bordes van het oude stadshuis. We hebben ook een verslaggever in de optocht, Elko Tichelaar. Ik zie jou op dit moment staan. Wat zie je om je heen? Ja, ik zie natuurlijk heel veel vrolijke mensen. Inderdaad, warmte en ontspanning zie je om je heen hier, Raymond. Ondertussen hebben we de koploper van de optocht naast ons. Die is ons voorbij en we zien Kees de Aap natuurlijk. De aap waar het allemaal om gaat. Daarom heet IJsselstein natuurlijk Apenstad. Daarom zijn we Apenluiers. Kees de Knecht staat op het podium naast de slotheer. Maar Kees de Aap die gaat ons nu heel rustig aan passeren.
Ja, het is wel een leuk verhaal wat betreft Kees de Aap. Het is een echte mascotte bij het carnaval. Een legende in de optocht. Al in 1979 liep Kees de Aap mee als eerste praalwagen in de optocht in IJsselstein. En Kees de Aap is in de krant aangekondigd als 2 keer 11 jaar jong. Dat betekent dat we inderdaad op 22 jaar zitten. En het is een mooie aap die meegaat in de optocht hier in IJsselstein. Ik ga even terug naar verslaggever Eelco Tichelaar. Ja. Wat zie jij nu aankomen? Nou, ik moet zeggen, we krijgen het warm meteen van de mensen die nu langskomen. U komt wat van verder. Heeft u het niet verschrikkelijk koud? Helemaal niet! Nee, de mensen hebben het natuurlijk, kunnen het niet koud hebben, want die leven op adrenaline. En ja, ik ga even kijken of ik een hoog niveau gesprek kan houden. Loop jij nu al de hele optocht zo? Ja. Nee. Hoe hou je het uit? Ja, oefenen. Oefenen. Ja, nou en oefenen is het. We houden natuurlijk de optocht een klein beetje op, maar dan kunnen de mensen wat extra genieten van al die fantastische 50 groepen die zich hier verkleed hebben, Raymond. Ja, wat ik nu zie in beeld is de Nutcase en ja, dat is wagen nummer 6 in de optocht. De Nutcase bestaat uit 15 deelnemers. Thema: al was IJsselstein 700 jaar een dorp geweest, dan hadden we ook wel gefeest. Prachtig thema. En er wordt flink gefeest. En ongeveer 20.000 mensen worden hier verwacht vanmiddag uit de hele regio. Want dit is echt een feest, een gebeurtenis waar heel veel mensen uit de regio naartoe gaan. Het trekt enorm aan. Het eerste grote evenement ook in 700 jaar IJsselstein. Het eerste grote buitenevenement, moet ik zeggen. Want IJsselstein bestaat dit jaar 700 jaar. En er gebeurt dit jaar heel veel in IJsselstein. Meneer, als inwoner verlopen vraag ik, wat is zo fijn in IJsselstein? Ja, fijn wonen, fijn werken, fijn leven, fijn recreëren. En zo gaat fijn in IJsselstein door en komen wij bij de Creamy Clowns. En voor mij is dat de enige groep die al 3-4 jaar hetzelfde thema doet. Lekker makkelijk. De gangmakers trekken nu voorbij. En dat maken we ons op voor de volgende groep, de Apenstaartjes. En dat is een muziekband. Dus daar kunnen we wel eventjes weer meeluisteren welke muziek zij ten gehore brengen. En ook deze praalwagen moet het minutieuze werk verrichten om langs het oude stadshuis van IJsselstein te komen. En het is een behoorlijk nauwe bocht. Maar tot nu toe gaat het erg goed. Goede collega's zijn weer in beeld, want we gaan als het goed is naar de apenstaartjes. Eelco Tichelaar. Ja, en bij ons komt de stee ondertussen langs. Dat is traditioneel de laatste officiële wagen van de optocht. Groep 49. Vlak voor de bezemwagen natuurlijk. En zij hebben het zeilmeisje dit jaar als thema. En dat hebben ze als ondertitel natuurlijk van, gaat zij de wereld rond? Nou, nog in geen 700 jaar gaat zij de wereld rond. Wij worden nu een beetje opgevoerd door de bezemwagen. Ja. En dat betekent dat de optocht zo'n beetje ten einde is hier. Je ziet de laatste wagens voorbij trekken. Dit is traditioneel de bezemwagen. En er wordt gezwaaid uiteraard, dat hoort erbij. De bezemwagen is de laatste wagen, nummer 50 hier in de optocht in IJsselstein. Een lange optocht, 50 wagens, ruim 1000 deelnemers met 20.000 bezoekers. Een geweldig feest weer in IJsselstein. Ik zou zeggen, we gaan ook heel zachtjes een klein pilsje drinken, want dat hoort er nou helemaal bij carnaval. Ja, we gaan er gewoon van genieten. Carnaval in IJsselstein, het is nu echt van start gegaan. Dankjewel collega Eelco Tichelaar ter plekke in de optocht. Je gaat inderdaad het programma afsluiten. U heeft gekeken naar de carnavalsoptocht 2010 met het thema 700 jaar IJsselstein. En met deze beelden sluiten we af. U ziet op het bordes de burgemeester van IJsselstein staan, Patrick van der Brink. Met daarnaast de slotheer Koert van de Rijpekewaard tot E vlak naast hem. En hij is de komende 4 dagen de burgemeester van IJsselstein. U heeft gekeken naar de carnavalsoptocht in IJsselstein. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.
showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down to there. She would merengue and do the cha-cha, but while she tried to be a star, Tony always stand the bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other.